Waarde bruiloftsgasten, ik heet u van harte welkom hier in de Nes, in de brakke grond, in dit prachtige deel van Amsterdam, bij deze eerste Fairtrade bruiloft. En met deze bruiloft roept de Stichting Max Havelaar iedereen in Nederland op om mee te doen aan Fairtrade. Al die ondernemers in ontwikkelingslanden die op die manier hun eigen leven kunnen leiden, duurzame producten kunnen maken, eerlijke producten kunnen maken. Daar gaat het om in deze week, in deze Fairtrade Week. En ik wens alle bruiloftsgasten heel veel succes en heel veel plezier. En daarmee denk ik dat het goed is dat deze week officieel geopend is. Love, dus we worden tijd voor Dr. Love om zijn entree te maken. Nou, namens de organisatie, namens Max Havelaar, namens burgemeester Cohen, die u al toesprak. Heel hartelijk welkom natuurlijk bij de aftrap van deze Fairtrade Week. Deze week staat Fairtrade eindelijk eens een keer extra in de belangstelling. Fairtrade heeft zich inmiddels stevig verankerd. Hier in Nederland, maar gelukkig ook in een heleboel andere landen. Duurzaam ondernemen staat bij iedereen inmiddels op de agenda. We vragen nu een warm applaus voor Floortje Dessing. Het is zo simpel om Fairtrade producten te kopen. Dus wat jij zegt, je moet heel even die mindset, heel even over nadenken. En dan gewoon eventjes net die Fairtrade banaan uit het schap grissen. Dat is het. Allereerst moet je zelf de juiste keuze maken bij de dagelijkse boodschappen. Er is een speciale actiesite, www.fairtradegemeente.nl. En wij zeggen met z'n allen hier ja tegen Fairtrade. Dank u wel.